Dit is het 1 Twente nieuws van donderdag 24 oktober. Groot aantal arrestaties bij een nachtelijke politieactie in Hengelo. En al fietsend bestellingen afleveren met Gijs in Enschede. We hebben klimaatverandering, klimaatcrisis, dus dan is de beste oplossing in onze ogen de fiets. Goeiedag. De politie heeft afgelopen nacht 9 arrestaties verricht in Hengelo naar de vondst van een grote hoeveelheid harddrugs. Er is meer dan 30 kilo in beslag genomen. 9 mannen in de leeftijd van 22 tot 58 jaar werden opgepakt voor overtreding van de opiumwet. Bij de zoeking in de wijk Wilderingshoek werd ook een hoeveelheid geld aangetroffen. Dat is in beslag genomen, net als meerdere voertuigen. Denk in Enschede roept het college daarop om de demonstraties in te perken die Rechts in Verzet heeft aangekondigd voor morgen en zaterdag. De protestmars tegen de beoogde moskee aan de Kuipersdijk begint morgen om 1 uur voor het stadhuis en voert ook langs de moskee aan de Ledenboerstraat tijdens het vrijdaggebed. Denkraadslid Enes Sariakse vreest problemen door de polariserende boodschap die wordt verkondigd. De gemeente gaat vooralsnog niet mee met die denkwijze. Martijn Nijhuis dan uit Almelo mag zichzelf een jaar lang de beste nieuwslezer van Nederland noemen. De Tukker won de prijs gisteren tijdens de Radio Freak Awards tot zijn eigen verbazing. Na een carrière bij RTV Oost en 3FM leest hij tegenwoordig het nieuws op Radio 2. Ja, volgend jaar is het 75 jaar geleden dat Hengelo werd bevrijd. Dit jaar staat Museum Hengelo stil bij veel historische gebeurtenissen uit die tijd, zoals het verhaal van Leen Reef. Roel van Duin dook in het oorlogsverleden van de vrouw en vertelt over zijn bevindingen in zijn nieuwe boek Verraad. Ik ben Roel van Duin, provo, kabouter en schrijver. En ik ben getrouwd geweest met een vrouw uit Hengelo. En zo ben ik ertoe gekomen om uit te zoeken wat het oorlogsverleden is geweest van haar ouders. Die maakten namelijk deel uit van een verzetsgroep van Hazemeyer. En die hebben een heel heldhaftig, maar ook tragisch leven gehad daardoor. En dat heb ik beschreven in mijn boek Verraad. En daarover ga ik vanmiddag hier in het Museum Hengelo een lezing houden. Goedemiddag allemaal. Het is een verbijsterend verhaal over mannen die een bom hebben gelegd op een spoorrails om te voorkomen dat bewapeningsmateriaal naar de Weermacht vervoerd. Ze zijn afgevoerd naar het concentratiekamp Vught en ze zijn uiteindelijk bevrijd door de vrouw van een van de mensen van deze Hazemeyer-groep, omdat zij een relatie is aangegaan met een man van de Sicherheitsdienst. En dat heeft geleid tot enorme psychische complicaties. Maar ook tot de bevrijding van deze mensen uit het concentratiekamp. Zij is een heldin, een miskende heldin. Maar vanaf nu een gerehabiliteerde heldin. En haar naam is Leen Reefwil. In het kader van Enschede als fietsstad fietsen we de komende weken een stukje mee met verschillende fietsers uit die stad. En vandaag gaan we op pad met maaltijdbezorger Gijs, die zijn bestellingen al fietsend door Enschede aflevert. Nou, het is ook mijn hobby. Ik vind het natuurlijk ook gewoon gaaf om keihard te fietsen. Ook door de stad heen, overal. En daarnaast om te kunnen laten zien dat het mogelijk is met de fiets. Dus dat je niet altijd de auto hoeft te pakken of de bus of de vrachtwagen, maar dat het gewoon kan met fietsen. Waarom ben ik fietscourier? Om te zorgen dat er ook op een duurzame manier producten en logistiek gebeurt in Enschede. Wij bezorgen eigenlijk alles wat kan, dus medicatie, eten, pakketten, post. Je kunt zo gek niet bedenken, dat doen wij wel. Op zich is het redelijk goed geregeld in Enschede. Sommige stukken, zoals hier, is wat lastiger, want dan mag je niet fietsen. Dus dan moeten we lopen. Maar wij fietsen zo'n 300-400 kilometer per week, per persoon. Met vrachtfietsen, gewone fietsen, racefietsen. Ficties, single speed, van alles. Dat vinden wij vrij belangrijk om te laten zien dat het ook op een andere manier kan. En de auto's moeten gewoon de stad uit, de vrachtwagens en de busjes. Want die vervuilen, geven overlast, zijn lastig. Fossiele brandstoffen raken op. We hebben klimaatverandering, klimaatcrisis, dus dan is de beste oplossing in onze ogen de fiets. Het weer dan nog. Vanavond blijft het droog. De temperatuur zakt naar een graad of 13 vannacht. Ook de komende dagen nog lekker weer. Droog met af en toe zon.
Morgen iets frisser dan vandaag met zo'n 16 graden. Zaterdag weer temperaturen rond de 20 graden. Zondag kan er in de middag een bui vallen. Tot zover het nieuws, zometeen hier op 1 Twente. Twente Breed, ik wens u nog een hele fijne avond en heel graag. Tot morgen.